Hallo iedereen, ik zit in de auto met Tara en wij zijn op dit moment niet in Utrecht, verre van. We zijn net aangekomen in Uden. We hebben hier ongeveer een uur over gedaan om hier naartoe te komen, iets minder zelfs. Ja. En misschien raad je het wel, maar wij staan in een drive-in. Ja, ja. Strawberries. Oh, je ziet nu helemaal niks. Ja, alleen een bus. En dit is de aardbeien drive-in J&B. Misschien ken je het wel. Super bekend met allemaal aardbeien. Alles van aardbeien kan je hier bestellen. En dat leek ons lekker en leuk. Ja, daar hadden we heel veel zin in. Dus we dachten, we nemen ook de vlogcamera mee. Kunnen we meteen aan jullie laten weten of het wat is. Het menu ziet er in ieder geval echt veelbelovend uit. En wat we ook wel eventjes willen laten weten, wat super fijn is. Misschien heb je hier over deze drive-in wel gezien dat deze razend populair is. Mensen hebben hier 3 tot 4 uur lang voor in de rij gestaan. Nou ja... Wij niet. Nee. We wilden dat ook helemaal niet. We zijn endless weekend, maar sorry, daar hebben we geen tijd voor. Zijn we er al bijna? Kijk, het is gewoon hiervoor. Oh, je moet daarheen. Is het druk of niet? Is het druk? Weet ik niet. Kan ik nog niet zien. Oké, respect voor de buurt en onze aardbeien. Oh, dit zou 2,5 uur zijn. Kijk, 1,5 uur. Nou, jongens, we staan gewoon bijna vooraan. Woehoe. Oh nee, we hebben nog wel tijd om... Oh, hier is de menukaart, hè? Oh, top. Gelijk even kijken. Volgens mij, ik denk dat het misschien 20 minuutjes, een hooguit een half uur wordt, dat wij er nu voor in hoeven te staan. Dus ik ben heel erg happy. Ik ook. Ik had geen zin om te wachten en ik heb wel echt heel erg veel trek. Dus heel veel zin in. Oh, ik schrok even. Er staat alleen pinnen, geen contant. Want ik heb alleen een pinpas mee. Ja, nee, in deze tijd mag je alleen pinnen. Nou, dit wordt lastig. Ik heb overal wel zin in. Dit is onze allereerste drive-in tijdens corona ook, hè? Ja. Of niet? In ieder geval een speciale drive-in. Ik ben wel op andere drive-in plekjes geweest. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie daar al gebruik van hebben gemaakt. Een drive-in party of een drive-in zoals dit dus nu. Let us know. Kijk, hier heb je dan de ingang van de drive-in. Dus wij staan nu hier en volgens mij gaan we hier zo helemaal eromheen, om dit huisje. En dan kom je daar aan en dan krijg je bestelling en dan is het wegrijden. Waar we dan naartoe gaan is nog eventjes de vraag. Ja, waar we het gaan opeten weten we nog niet. Maar het komt vast wel goed. Waar gaan ze bestelling opnemen? Ik denk daarachter misschien verderop. Larissa moet dus heel erg nodig naar de wc. Nee, Maar ja, kijk, wij komen natuurlijk uit Utrecht, dus even rijden en daar is een wc. Maar hij zit wel echt met alle auto's eromheen. Ja, dus je kan gewoon bijna transparant maken. Zo voelt het dan. Hey, we kunnen. Is het hier bestellen eigenlijk of niet? Nee, daar. Oh, ik dacht hier. Het zit wel schattigheid met dat aardbeidje zo. Gaan we! Oh, kijk uit zo'n tafeltje. Hey, hallo. Wat mag zijn? Heel graag de wafel met aardbei en slagroom. 1 wafel met slagroom. De Udense bol. 1 keer de Udense bol. 2 keer de gemengde aardbeien met chocola. 2 keer gemengd. Wil je nog een plant? Ja. En een aardbeienplant. En 1 keer de aardbeienplant. Zou iemand die willen pakken? En dat was hem. Oké, dan wordt 20 euro alsjeblieft. Yes. Geven jullie ook bonnetjes toevallig? Oké. Okay. Wil je dat doen? Ik moet zelf een foto maken van hem. Kan dat? Ja, volgens mij is daar mijn plantje. Ja, top toch? Ja. Dankjewel. Ik ben weer 1 keer de Utrechtse bol. Yes. Dankjewel. Got it. Ja. 1 wafel met slagroom. Lekker. Daar is ik doorrijden. Ja. Oké, nou, volle bak. Doeg. Ja, het is natuurlijk. Dankjewel. Dankjewel. Fijne dag. Holy moly, de hele auto is in 1 keer vol. Moet je kijken, jongens. Heb je de bestelling gecontroleerd? Ja, looking good. Oké, nu weet ik niet zo goed waar we heen moeten. Nou jongens, we zijn eventjes geparkeerd. Dit is wat we hebben besteld. Oh my god, het ziet er zo goed uit. Het is ook lekker veel. Lekker royaal met de aardbeien. Lekker royaal. En dan hebben we hier de gedipte mix aardbeien in chocola. Deze en dan is dit mooi. De Udense bol. Dus dat is natuurlijk wel een lokaal lekkernijtje. En waar is de plant? En de plant zit hier achterin. De plant zien. Ja, dit is ook gewoon meteen een souvenir natuurlijk. Een plantje. Zo. Nou, dan kunnen we misschien volgend jaar bij mij een drive-in doen. Oké, nou, we wisten natuurlijk niet zo goed waar we heen konden rijden. Dus daarom zitten we ook in de auto. Dus we gaan het hier gewoon lekker in opeten. Is wel zo safe, denk ik. Komt Jan. Met servetjes. Deze gaan we herbruiken. We
my god. Zullen we eerst met een aardbei beginnen anders? Gewoon zo'n gedipte aardbei? Ja, die zouden... Oh, deze gedipte aardbei. Aardbeien zouden hier in ieder geval super lekker moeten zijn. Daarom is het hier zo ontzettend populair. Dig in. Ik ga eventjes voor de puur. Je bent zo van de stemmetjes vandaag, hè? Kanonne. Cheers. Oh, dat is echt heel lekker. Dat is hele goede chocola ook. Ja. Ik moet zeggen dat deze inderdaad wel echt heel lekker zijn. Het schoot meteen door mijn hoofd. Moeten we er niet meer bestellen? Oh. Nou, misschien niet. Morgen rustig. Hoeveel heb ik nu afgerekend? 20 euro. Oh, dat is wel echt lekker hoor. Kan het gewoon opeten, ja. Ja, ik denk ook die witte. Ik dacht eerst van neem nog wel wat mee naar huis, maar... Lekker hoor. Oh my god. Wow, crunchy. Hij is echt heel erg lekker. Mm. Die wafel is echt... Volgens mij hebben ze die zelf gemaakt in zo'n ijzer. Ja. Oh, het is allemaal afgevallen bij mij. Hij is zo crispy. Mm. Ik had geen aardbeien meer erop. Ik moet zeggen, tot nu toe is het echt wel boven verwachting. Mm-hmm. Ik had wel een idee, want ik vind aardbeien en slagroom echt de beste combinatie ever. Maar dit is wel echt, het zijn echt lekkere zoete aardbeien. En die wafel is lekker krokant. Die slagroom is lekker. Oh, ik heb volgens mij nog steeds slagroom in mijn mondhoek. Ik snap ook nu wel dat je zo lang moest wachten. Niet per se omdat het gewoon populair is, maar ook gewoon omdat het gewoon wel echt... Ze maken er een feestje van. Ja, het ligt ook niet zeg maar al uren te wachten of zo. Dus ik denk niet dat ze super erg aan het voorwerken zijn qua spullen. Ja, want ik moet eerlijk toegeven dat ik hiervoor wel echt dacht van... joh, een beetje overdreven. Volgens mij kun je overal gewoon aardbeien halen. Maar nu snap ik het wel. Dus het is echt aanrader. Maar we hebben nog een bol. Het zijn ook echt wel hele goede aardbeien. Ah. Nou, misschien had ik ook een plantje moeten halen dan. Daarom. Volgend jaar drive-in bij Larissa. Nou, dit is dus de Udense bol. Dat is eigenlijk een hele grote soes. Ziet er zo goed uit. Ik wist helemaal niet dat dit überhaupt een ding was. Nee, ik ook niet. Ik ben heel benieuwd. Maar ik zit vooral te denken van hoe gaan we dit eten? Zo, hé, dat scheelt. Ja, het is echt bloed eten in die auto. Zo echt veel meer dan wij dan ineens. Oh ja. Ik denk niet dat het kan. Oké, doe hem even dicht voor de audio dan. Oh, ik heb al slag om mijn broek zitten. Oh, deze moet sowieso de was in. Dat zie ik nu al. Het is een beetje een gedeconstructeerde... Gedeconstrueerde? Ja. Soes. Udense bol. Nou, ik moet zeggen, het is niet makkelijk eten. Maar ja, dat is ook een tompoes niet. Ik word ondertussen wel echt een beetje misselijk bijna van de hoeveelheid slagroom. Ik wilde aankunnen, maar een happige slagroom in. Erg lekker. Wel heel erg vergelijkbaar met die van de wafel. Ja. Of als je zelf wilt bestellen, kan je in principe de een of de ander doen. Ja, dus misschien eerder de wafel, omdat die makkelijker eten is. En dan wordt het lekker crispy. Maar aan de andere kant heb je nu maar deze is echt lekker. Zo'n lokale specialiteit. Dat deze is wel echt top. En doe me ook een beetje denken aan zo'n macaron met van die aardbeidjes erin. Wel meer een gebakje. Het is wel heel erg leuk om deze cadeau te doen. Oké, gaan we gewoon even eten en doe ik even het raam open. Ja. Dus ik moet even luchten. Nou jongens, we zijn weer aan het rijden, zoals je misschien wel kan horen. We hebben heerlijke volle buikjes en ik vond het super leuk om hier naartoe te gaan en om dit te ontdekken, eigenlijk zo'n nieuwe drive-in. Ik hoop dat jij het ook leuk vond om te zien. Vergeet zeker niet om een duimpje omhoog achter te laten. Volg ons ook via Instagram, is ook heel erg gezellig. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. En ik zie je snel weer in de volgende video. Doei doei! Doei.